Ja, Henk Fraser, 5-2 gewonnen van Suriname tegen een goede vriend van je, Nicoré Goré. Ja, viel het je mee of viel het je tegen vandaag? Eigenlijk achteraf precies wel zoals ik het me had voorgesteld. Ik denk voor de supporters en voor de toeschouwers een leuke wedstrijd. En ik denk dat we daarmee een hoop winnen. Ja. Een leuke wedstrijd ook omdat de tribune toch wel goed gevuld zat. Veel Surinamers ook die even kwamen kijken, deed dat jou ook goed? Ja, ik moet zeggen dat ik ben niet zo in Suriname of Nederland. Ik voel me beide en daar voel ik me heel gelukkig mee. Dus het deed me wel goed, ja, om alles door elkaar heen te zien. Ja, ja. Absoluut. En er waren wat jongens die waarschijnlijk, wat ik denk, niet in de basis zullen starten, die vandaag wel speelden. Ja, hoe vond je dat zij het deden, ondanks twee tegengoals? Als ik eerlijk moet zijn, was dit niet een wedstrijd waar ik ze heel erg zou veroordelen. Hè. Ze hebben minuten gemaakt en ik denk dat dat het belangrijkste was. En natuurlijk, er zijn een aantal dingen die behoorlijk waren. Er zijn een aantal dingen die absoluut voor verbetering vatbaar zijn. Maar dat weten we al heel de voorbereiding. En dit was niet een wedstrijd op scherpst van de snede. Het was nuttig, want we hebben allemaal, iedereen heeft voldoende minuten kunnen maken nu in de voorbereiding. Ja, want als je het 5-3-2 systeem van jullie ziet, dan ben je eigenlijk op elke positie wel een goede tweede keus. Dat zie je vandaag misschien ook wel. Ja, hoe tevreden ben je daarmee? Want die jongens doen het ook op de tweede positie goed. Ja, nou, dat is al gebleken ook in de voorgaande wedstrijden. Hè? Op het moment dat ze invielen, deden ze al meer dan behoorlijk. Dus wat dat betreft is het ook geen verrassing. Er zitten een aantal jonge jongens aan te komen. En daar zijn we als Sparta gewoon heel erg blij mee. We hebben een aantal ervaren jongens, die zullen die jongens ook moeten helpen, hè, in dat proces. Maar het is een goede groep, een leuke groep bij elkaar. En uiteraard de voorbereiding loopt voorspoedig. Maar we moeten heel eerlijk zijn, het gaat uiteindelijk om de competitie. En daar moeten we goede resultaten neerzetten en dan zal de sfeer zo blijven. Uiteraard zal het hier en daar beïnvloed worden door mensen die graag willen spelen. En nu op dit moment nog niet in aanmerking komen. Maar ik heb gezegd, het is een dynamisch iets. Hè. Je blijft invloed uitoefenen op de kans dat je gaat spelen. En dat moet ik wel, dat moet ik ze wel meegeven. En ik moet ze ook helpen daarin, in dat proces. En als je een beetje naar de jongens kijkt, een beetje met ze praat. Zijn ze niet al een beetje klaar met die voorbereiding? Nee, dat gevoel heb ik eigenlijk niet. Het is een lange voorbereiding. Maar ik denk dat we hem zorgvuldig hebben uitgestippeld. Ik denk ook zeker omdat we gaan willen variëren in systemen. We willen meerdere systemen beheersen. Daar hebben we ook de spelers voor. Dan was het ook wel nodig, zo'n lange voorbereiding. En we zijn heel zorgvuldig, ook wat vrije dagen betreft. Ik meen, van het weekend hebben ze ook weer, of na zaterdag hebben ze ook weer twee vrije dagen. Dus nogmaals, we proberen het wel zo zorgvuldig mogelijk in te vullen. In hoeverre kijk je trouwens naar de concurrenten die nu in de voorbereiding zijn? Welke aanwinsten ze hebben gehad? Hoe kijk je daarnaar? Ja, eigenlijk niet, als ik eerlijk moet zijn. Om verschillende redenen niet. Hè. Ik bedoel, we moeten ons focussen op onszelf. Hè. Wat wij willen, zeg maar, inslijpen. En natuurlijk willen we weten wat voor systeem ze spelen. Er zullen ook mensen van ons wel gaan kijken. Maar onze eerstkomende tegenstander, dat is Twente. Nou ja. Het is duidelijk dat die gevoelsmatig nog wel wat spelers zullen halen. Dus om al in een vroeg stadium daarna te kijken, dat heeft weinig nut. Er zijn nu een tweetal wedstrijden en uiteraard gaan we daar wel zorgvuldig naar kijken. Maar nogmaals, ik denk dat we wel vooral van onszelf uit moeten gaan. Je noemt ook Twente. De situatie met Xander Oostenrijk is natuurlijk apart geweest. Wordt die wedstrijd nog op een manier speciaal, denk je? Of hebben jullie daar het totaal bij neergelegd en is die zaak echt afgedaan? Ja, ik moet zeggen, ik hou me er totaal niet mee bezig. Ik denk dat wij dat ook niet moeten doen. Twente is een hele mooie club, een heel mooi stadion. Wij moeten daar gewoon zoiets hebben van, we willen daar heel graag winnen. Zoals we eigenlijk elke tegenstander tegemoet moeten komen en of tegemoet moeten treden. Dat blijft, in principe hebben we verder geen invloed op alle andere zaken. Het is, sterker nog, het is niet onze zaak. Wij hebben nogmaals op onszelf te richten.